Goedemorgen, het is vandaag zaterdag. Wij zijn ons aan het klaarmaken voor ontbijt. En daarna vertrekken we eigenlijk door naar het luchthaven om naar Nederland te vliegen. We hebben echt 3 leuke dagen gehad hier. Maar ik heb eigenlijk ook wel weer zin om naar huis te gaan. Want we hebben hier 3 dagen gezeten en we zijn hier al eerder geweest. En eigenlijk is dat eigenlijk meer dan genoeg. Ik wil gewoon naar mijn huis. Lekker naar mijn katjes. Heerlijk, ik heb er erg zin in. Ik heb nog wel echt heel erg zin om de laatste keer in Marokko te ontbijten. Want je hebt hier gewoon een heerlijk ontbijt. En die thee ga ik hier ook echt heel erg missen. Dus daar ga ik gewoon nog 1 laatste keer heel erg van genieten. Ik ga me snel omkleden hier. Fashion vlogger. Tracksuit, is het aan elkaar? Ja. Ik ga nog heel snel mezelf omkleden. En dan gaan we zo vertrekken. Nou, en dit is mijn reisoutfit vandaag. Ik heb gewoon even een hoge broek aan. Van de Zara. Met een truitje van de Zara. Nou, Nes vindt deze broek heel mooi staan bij mij, zegt hij. Waarom die zo hoog is? Wat zeg je? Mijn haar doe ik gewoon even zo in een lage knot. Het zit gewoon fijn en een beetje zo los. Dus ik heb echt geen zin in los haar. Want het zit straks toch helemaal niet als we gaan vliegen. Hebben we alles? Ja, volgens mij wel, hè. Toen nog 1 laatste stukje doen. We gaan nu instappen in het vliegtuig. Gekke zon, hè? Maar we zijn echt als laatste overgebleven. Want Nessie me zo graag foto's wou. Ik heb wel hele mooie foto's, dankjewel Mirjam. Dus ik hoop dat er nog plek is voor ons, want ik heb ook nachtmerries dat onze vliegtuig wordt overboekt. Ik denk dat mogelijk zijn ze al in met gecheckt, maar goed. Goedemorgen, het is vandaag maandag. Het is echt super vroeg, want Tina gaat naar de dierenarts. Ze wordt vandaag gesteriliseerd. We hebben Dina vanochtend naar de dierenarts gebracht, want ze wordt vandaag gesteriliseerd. Echt super zielig. Ze mocht vanaf gisteren eigenlijk niks meer eten. En Dina is echt een heel hongerige kat. Dus ging ze naast haar bakje zitten, ging ze heel de tijd piepen. Was echt zo zielig. Ik ben echt blij dat het voorbij is. We hebben haar dus vandaag gebracht en ik mag haar vanmiddag ophalen. Ik ben echt benieuwd hoe ze gaat worden, want toen Lira dus gesteriliseerd werd een paar jaar terug... had opeens een heel andere karakter. Ze was opeens veel rustiger. Echt heel anders. En daarvoor was ze eigenlijk heel erg druk. En heel heen en weer en bla bla bla. En daarna wou ze eigenlijk alleen maar een beetje apart zitten en liggen. Dus ik ben echt benieuwd of het bij Dina ook gaat worden. Want ik vind Dina's karakter echt super cute. Oh, ik kan echt niet wachten om haar weer op te halen. Ik ga nu snel naar Den Haag. Want ik heb daar echt een heel spannende afspraak. Maar daar vertel ik jullie even straks mee over. Ik ben inmiddels bij het tankstation. Ik heb hier even getankt. Dat was zwaar nodig. En ik heb even een cappuccino gehaald. Ook zwaar nodig. Ik ga jullie even vertellen waar ik zo naartoe ga. Want ik ga eindelijk... En ik denk dat jullie hier best wel lang op hebben gewacht. Want ik zag elke keer comments onder mijn video's van... Ja, je moet daar echt naartoe. Bla, bla, bla. Maar ik ga vandaag eindelijk naar een krullenkapper. En ik vind het echt zo erg spannend. Want zij kunnen hier... krullen gewoon echt totaal veranderen gewoon. Je hele kruldefinitie komt er opeens bam eruit. En ik heb gekozen voor de krullenkapper, de Krullencompany. Je kunt haar ook op Instagram volgen. Ze heet gewoon de Krullencompany. En ze is gevestigd in Den Haag. Kijk, dit is haar pagina. De Krullencompany. Dus ga haar allemaal volgen. En dat is wat ik vandaag ga doen. Ze gaat echt even naar mijn haar kijken. Kijken wat mijn haar precies nodig heeft. En dan gaan we aan de slag. En al deze pluis gaat er straks allemaal uit. Ik kan gewoon echt niet wachten om mijn oude haar gewoon terug te hebben. En we gaan er samen aan werken. Ik ben echt benieuwd of ze mij hierbij kan helpen. Ik ga in ieder geval een proteïnebehandeling doen. Ik heb heel lang getwijfeld om mijn haar te knippen. Maar... aangezien ik dan toch bij een krullenkapper ben, kan ik net zo goed even mijn haar knippen. Ik ga niet heel kort knippen, maar het breekt al bij mijn pony een beetje af. Dus ik moet echt even een beetje oppassen. Maar ik heb er echt heel veel zin in. Maar aan de andere kant vind ik het ook echt heel erg spannend. Want ik heb het echt zo lang uitgesteld. En ik weet eigenlijk ook niet waarom. Maar ja, ik heb gewoon mijn haar eigenlijk heel erg verkloot door het verven en zo.
de afgelopen jaren. En heb ik niet over tonus of zo. Maar daarvoor ging ik echt gewoon zelf mijn haar bleken. En ging ik echt naar heel goedkope kappers en zo. Toen was mijn haar echt al ernstig verpest. Dus ik ben echt zo benieuwd. Ik ga dus snel naar Den Haag, naar de krullencompagnie. En dan gaan we even kijken naar mijn haar. Ik hou jullie even op de hoogte. Ik ga ook heel veel informatie geven tijdens deze vlog voor de vrouw met krullen. Lijkt me echt heel erg leuk. Dus ik zie jullie gewoon straks. Ik ben hier bij de krullencompagnie met deze dames. En wij worden ondertussen ook nog gefilmd door een andere camera. En Farida gaat nu even kort uitleggen wat ze gaat doen met mijn haar. Nou, ik ga eerst even kijken of je proteïne nodig hebt. En dat doe ik eigenlijk om door je elasticiteit te testen. Als ik zie dat je dus proteïne tekort hebt. Mm-hmm. En dat heeft te maken met de hoeveelheid van je proteïne. Als die dat heel erg is, dan gaan wij eerst de proteïnebehandeling doen. Oké, ze heeft dus net naar mijn haar gekeken. En blijkt dat ik dus wel een proteïnebehandeling nodig heb. Dus daar gaan we nu eigenlijk mee aan de slag. Jongens, wij zijn nu bezig met de proteïnebehandeling. Hierom is het allemaal al proteïne in. Alleen nog boven. Ik zie er wel heel mooi uit nu. Ze gaat nu mijn haar feunen na de proteïnebehandeling. Mag je naar achter? Hier. Het is heel hard. Ik ga er ook niet aan zitten. Nu doe ik omdat ik niet wil dat je haar gaat afbreken. Ja. Dus ik ga eigenlijk een beetje lauw water gebruiken. Ja. Zodat het een beetje gaat smelten. En op het moment dat het gesmolten is, dan pas mag ik aan mijn haar zitten. Okay. Ja. Mijn haren zijn nu echt heel hard, jongens. Als jullie het zouden zien of voelen, zouden jullie echt schrikken. Maar dan het is gewoon steen. Ja. Ze moet nu uitgewassen worden. Het type is uitgekozen. En op het moment dat ik de haarmasker in je haar heb gedaan, ga ik je onder een mistkap zetten. Ja. Zodat je haarschuppen open blijven staan en zodat de voeding goed binnen kan doordringen. De reden dat ik jou vroeg van hoe lang duurt het voordat je haar droogt, heeft met je porositeit te maken. En op het moment dat jij tegen mij zegt dat je tussen 1 en 2 uur je haar droogt, dan heb je zeg maar een soort van medium porosity. Mm-hmm. En dan weet ik ook wat voor producten ik in je haar kan toepassen. Ik ga nu onder een mistkap. En wat gaat het doen voor mijn haar? Het zorgt ervoor dat je haarschubben open komt staan. Zodat de voeding van de masker in je haarschubben terechtkomen. Mm-hmm. En waardoor de voeding dus beter in je haar doordringt. Okay. Hoe lang moet ik hier ongeveer onder? Ongeveer 20 minuutjes. Okay, ik heb mijn haren gewassen. En we gaan nu mijn krullen stylen, toch? Yes. Dus eerst kammen. En dan gaan we het funnen, of? Nee, ik ga het eerst even met een denmasje een beetje uit elkaar halen, dus de krullen een beetje uit elkaar halen. Yeah. En dan ga ik er een leave-in in gooien. Mm-hmm. En misschien nog een lichte gel. Maar daar ben ik nog niet uit. Dan merk ik zo wel. Ik heb geen snitch in mijn DNA. Maar de dingen die er in je DM staan, die zijn dat toch helemaal niet veilig. Ik zei oh na 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 na. Ik weet niet van hem, maar weet wel van haar. Telefoon zonder melding aan. Oh mijn god, jongens, dit is het resultaat. Het is toch niet normaal. En mijn haar is nu echt heel erg opgekruld. Waardoor het echt heel erg kort lijkt. Maar in de avond zakt het iets af, zeiden ze. Maar ik ben hier zo blij mee. Dit zijn zeg maar echt de krullen die ik wou hebben. Weet jullie nog in Dubai die krullen die ik toen had? Ik heb gewoon precies hetzelfde gewoon. En het wordt alleen maar mooier, zei ze. En morgen wordt het nog mooier. Dus ik ben echt zo blij hiermee. Ik moet alleen nu echt heel erg opschieten. Want ik moet Dina ophalen van de dierenarts. Ik was dus gebeld toen ik daar zat. Maar goed was gegaan. En dat ik haar mag ophalen. Dus ik ga nu snel erheen. Want ik ben iets aan de late kant. En dan ga ik jullie straks meer vertellen over mijn haar. En mijn bezoek bij de krullenkapper. Een heel prettige ervaring. Echt heel leuk meiden. Was super gezellig. Dus bedankt dat ik mocht langskomen. Ik ben super blij met mijn haar. Ik heb gewoon mijn oude haar terug. Jongens, vroeger. En dat heb ik over 5 jaar terug. Had ik gewoon deze krullen. Gewoon deze. En ik heb het allemaal terug. En ik ga mijn haar gewoon lekker laten groeien. En ja. Ik ben zo blij. Het ziet er zo verzorgd uit.
echt. En ik schrok ervan dat het zo erg opkrulde. Want dat had ik echt niet verwacht. En dan dat ook nog zo heel erg krimpt toch. En dan gaat het helemaal naar boven staan. Want ik heb het helemaal niet geknipt. Want ik wou het knippen. Toen zag ik hoe kort het was. Toen dacht ik, oh nee, ik ga het niet knippen volgende keer misschien. Ja, ik ben er echt blij mee. Ik vertel jullie even thuis allemaal wat ik heb gedaan met mijn haar. En dan mochten jullie interesse hebben, dan kunnen jullie het ook boeken bij hun. De Krullen Company. En ik ga nu even snel mijn katje ophalen. Bij de dierenarts. Kijk Dienaar dan zo zielig. Dienaar, herken je mij nog? Poepie. Hi, hallo. Hi schatje. Nou, ik ben lekker wakker. Ja. Hi. Ik heb hier nog een. Oh, zielig. Laat hem maar rustig doen. Kijk dan. Je moet nog heel erg wennen aan de nieuwe kleding. Ja, dat snap ik. Hi, Bibi. Ze zat net aan de achterkant. Toen ik echt zo van, ik kan daar niet bij, dus dan ga ik maar aan mijn poot likken. En ze zat ze echt zo van... Ja, dat zie ik nou. Yeah. Wij zijn inmiddels thuis en ik ben echt heel erg benieuwd naar de reactie van Lira op Dienaar. Hi Lira! Vies! Oh, oh! Ze moet wel rustig doen. Oh, doe even rustig! Dat zal ik wel springen, joh! Ja, doe rustig! Doe even rustig, joh! Ze is bang! Oh! Wat is er met haar? Oh, ik vind het eng! Ik moet wel een beetje staan, ik moet even heel rustig doen met haar. Ze doet zo niet rustig. Oh, zo zielig. Kijk hoe schattig. Dienaar is in slaap gevallen. Hi baby. Slaap. Zo, Dienaar slaapt nu dus rustig. Dus ik dacht ik ga het weer even hebben over mijn haar. Ik ben echt super tevreden mee. Ik moet het nog wel even aan wennen, want het is natuurlijk erg opgekruld en naar boven. En ik heb veel minder volume dan normaal, maar het is gewoon wel echt heel erg gezond. Je krullen zien er echt heel erg gehydrateerd uit. Het is zo anders, maar ook echt gewoon bijna mijn oude krullen terug. En ze zei ook van, ik moest wel even duidelijk aan je vertellen. Mijn haar ziet er zo uit na een behandeling. Maar bij anderen kan het iets langer duren tot ze dit resultaat krijgen. En... sommige vrouwen krijgen helemaal niet het resultaat, want het ligt echt aan je eigen haar. Ik heb vroeger altijd heel erg pijpenkrullen gehad. Nog 4 keer meer dan dit, zeg maar. Echt gewoon dit, die kleine krulletjes hier. Vandaar dat ik er heel goed op gereageerd en moest ik wel even duidelijk vertellen. Dus niet iedereen krijgt het na de eerste behandeling. Daarnaast kan je afspraken alleen online boeken op dekrullencompany.nl. En niet telefonisch. Ik ga het voor de zekerheid nog even controleren voor jullie. Dekrullencompany.nl, daar kan je een afspraak maken. En ik heb even voor de zekerheid nagevraagd wat voor behandeling ik precies heb gehad. Ik heb 2 behandelingen gehad trouwens, niet 1. De behandelingen die ik heb gehad zijn een proteïnebehandeling. En dat laat je krullen dus echt zo mooi naar voren komen. En het is echt super goed voor beschadigde krullen. Die echt onwijs vaak zijn geverfd en gewoon chemisch zijn behandeld. Dan is een proteïnebehandeling echt ideaal. En daarnaast heb ik een Get Your Curls Back treatment gehad. Dus wil je dezelfde behandeling als mij doen, dan moet je de proteïnebehandeling en de Get Your Curls Back treatment aanvinken. En daarnaast hoort volgens mij bij deze behandeling nog een knipbeurt bij. Nou, zoals je ziet, heb ik die nu op dit moment niet echt nodig. Ik zou nou echt niet mijn haar durven te knippen. Maar ik wil het eigenlijk wel graag doen. Maar rustig aan ga ik even mijn krullen weer echt heel goed voeden. Laten groeien en dan heb ik als het goed is mijn krullen terug van een paar jaar geleden. En daarnaast heb ik iets heel erg leuks wat ik met jullie mag delen. Want wij doen samen namelijk een giveaway. En als het goed is, als je nu naar deze vlog kijkt, dan staat de giveaway op mijn pagina. Want wij geven samen een Dyson Fun Mint ter waarde van €400. Dus mocht je deze fun willen, ga dan nu naar mijn Instagram page. Like mijn video. Laat een reactie achter onder de foto en ga de Krullen Company volgen. En wie weet win jij een Dyson Fun. Jongens, laat even in de comments weten wat jullie van dit kapsel vinden. Inmiddels zit ik een uurtje op de bank om af te vragen wat ik moet eten. En nu is het alweer donker. Dus ik denk ik snel even bij de Chinese even een wokje ga halen. En dan naar huis kom. Ik loop heel erg achter met de edits van Marokko. Dat ik in 1 dag even alles ga editen. Ik moet nog
heel veel mails beantwoorden. Want toen ik in Marokko was, had ik zoveel mails gekregen. En ik heb er nog steeds geen tijd voor gekregen. Zo, ik ben net thuis en ik heb net nieuwe kaarsen gekocht. En ik heb een wokgerecht voor mezelf gehaald met garnalen. Ik ben lekker tv aan het kijken met mijn schatje. Zo, inmiddels heb ik 2 vlogs geëdit waarvan eentje al online is. Ben ik echt heel erg blij mee, want daarna kan ik eindelijk beginnen met de Marokko vlog. Ja, ik denk dat ik bij deze ook de vlog ga afsluiten, want ik heb eigenlijk ook helemaal niet veel te doen behalve administratief werk. Ik hoop dat jullie het toch wel een leuke vlog vinden, ook al heb ik niet veel gedaan. En ging het voornamelijk over mijn haar en over Dinar. Nou, ik hoop dat jullie alsnog deze vlog leuk vinden en ik zie jullie morgen weer. Oké, doei doeg!